Vandaag in Wegmisbruikers. Mag deze jonge Audi-bestuurder zijn rijbewijs inleveren? Gezien de manier waarop jij toch door het verkeer bent gegaan, gaan we jou aanmelden bij het CBA. Ai, oh nee. Serieus? Ja. Werkt deze Toyota-rijder zich serieus in de nesten? 167. En u heeft vanaf februari een gedeeltelijke ongeldigheidsverklaring, omdat u mee moet doen aan het alcoholslotprogramma. Ja. Deze auto heeft geen alcoholslot, waar u nu in rijdt. Nee, dat klopt. En heeft deze Audi-rijder maling aan alles en iedereen? Zie je? Oh. Jij weer, joh. Nee, jij weer kan ik beter zeggen. Waar had het net over? Hij had het over politie, ik meen het, hè. Weet je over wie ik het had? Serieus? Op mijn moeder. Hij zei, ik heb hem geflasht. Ja, dat weet ik. Ik zweer het. Maar nu word je door mij geflasht. De educatieve maatregel gedrag en verkeer is een verplichte cursus van 3 dagen voor bestuurders die tijdens 1 rit 2 grove overtredingen begaan. Wat veel mensen echter niet weten, is dat die EMG ook wordt opgelegd wanneer de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom met meer dan 50 kilometer overschrijdt. Deze Audi-rijder is dan ook aan de beurt, zoals we zien in Dordrecht op de Baanhoekweg. Surveillante Patrick en Dani zitten achter een Audi-bestuurder die ze zojuist links langs de vluchtheuvel zagen rijden. Ik heb combi uitlopen. Hij zit nou bij die bocht. Heb je geen laser, jongens? Als je hem nu kan laseren. Doe eens een combi uitloop starten, want hij loopt gewoon weg van ons en we rijden 160. Deze bestuurder rijdt in een 60-zone, maar de trajectmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van 124. Dat is de uitloop nou, hoor. Dik uitloop. Zet hem maar hier ernaast. Dan spreek ik hem gelijk aan. De Audi-rijder werpt 1 blik opzij en weet direct hoe laat het is. Mag even achter ons aanrijden. Goeiedag, verkeerspolitie. De motor even uitzetten. Het is zwaar, heel zwaar. Ja, nou ja, in zoverre. Ik voordeel bij deze rijbewijs in. Mag ik even je rijbewijs zien? Heeft u hem nog geklopt? Ja. Mag ik dat zien? Uiteraard. Mag ik eerst zien voordat ik mijn rijbewijs heb? Nou, je moet sowieso je rijbewijs aan mij afgeven. Ik ga even controleren of je wel een rijbewijs hebt. Maar als dat in orde is, dan vorder ik sowieso het rijbewijs in. Je hoeft geen antwoord te geven, hoor. Maar mag ik nou eens vragen, waarom rij je nou zo? Want je bent al een paar keer bij de Merwedestraat voorbijgekomen. Dan ga je nog aan de verkeerde kant langs langs de heuvel. Mm-hmm. Langs de middengeleiding. Of de middenheuvel. En dan vlieg je voorbij. Ja, het is heel aanlokkelijk om met zo'n auto heel hard te rijden. Ja. En ik ben nog jong, dus dan is de verleiding heel groot. Gezien de manier waarop jij toch door het verkeer bent gegaan, gaan we jou aanmelden bij het CBA. Ai, oh nee. Serieus? Ja. Dan gaan we nog meer geld kosten. Dus we hopen dat je daarmee dan toch de volgende keer anders door het verkeer heen begeeft. Maar jij wou de beelden even zien. Laten het even zien hoe het gegaan. Dan mag jij voorin plaatsnemen. De reden dat wij die kant op kwamen was omdat jij naar de Biesbosch toe reed. Daar kwam je al heel hard voorbij. En toen ging je ook aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel. Die hebben we niet hier op staan. Nee, dat klopt. Maar dat is de reden dat wij naar jou toe kwamen. We rijden in 60-zone. Nou, sluit hem daar af. Je bent er een stuk op ons uitgelopen, dat zie je. Maar ik wil het wel graag op papier hebben zien en op beeld echt gewoon daadwerkelijk toch hard heb gereden. Bij een combi-uitloopmeting doen we onze snelheid meten. En dan kijken we hoe ver ben je van ons vandaan als we de meting starten. En dan moet je verder weg van ons zijn als we de meting afsluiten. Maar na die 2 auto's die ik inhaalde daardoor, ja, die heb ik wel ingehaald. Ja. Maar daarna heb ik niet meer zo hard gereden, hoor. Nee, maar het gaat om de gemiddelde snelheid dan, hè? Wat vind je er nou van als je deze beelden zo terugziet? Ja, ik weet donders goed waar ik mee bezig was en ik weet het risico. Ja. En deze keer was het dan net per gat. Jullie zijn ook jong geweest, jullie weten precies hoe ik er ook over denk. Je krijgt ook nog een bekeuring voor de verkeerde kant van de middenstuk. Hoeveel is die? Uit mijn hoofd €140. Er komen nog €7 administratiekosten bij. Dat gaat een hele dure boete worden. Ja. Ik had eerder een bekeuring gekregen van met behoorlijke snelheidsovertreding. Nee. De hardste was 20 kilometer te hard op de N3 bij de flitspaal. Oké. Okay. Het is ook te ver in mijn gedachten en was gewoon vergeten.
Ja. Het rijbewijs zal worden opgestuurd naar het officier van justitie in Utrecht, naar het CVOM. De ervaring leert dat je minimaal 2 maanden je rijbewijs kwijt bent. Mm-hmm. Nog vragen? Nee? Nee? Oké. Okay. Deze bestuurder is flink aan de beurt en moet naast de 2 bekeuringen een 3-daagse EMG-cursus volgen die hij zelf mag betalen. We dalen af naar het zuiden en gaan naar de eenheid Zeeland West-Brabant bij Esbeek op de N269. Surfjante Mark en Dennis zitten achter een polobestuurder die de maximumsnelheid van 80 overschrijdt. Ja, we zijn toch in het dorpje. Goeiedag. Goedemiddag. Verkeerspolitie, Mark Dame. Het rijbewijs, heeft u dat bij? Huh? Je driver's license. Vrouw Jasdi. Oké, kant u elkaar. Ik heb nog niks uitgelegd hoor. Hi. Which language do you speak? I speak Nederlands en Engels. Because I am. First one work for Netherlands, you know. First time work for the Netherlands. Okay. But you were speeding. Yeah, but I know my friend work for Bladel, yeah. So what? And I am Claire work maybe 5 minutes then. And I am tempo. You were in a rush. This is you. Yeah, I know. Only allowed to drive 80, yeah. But you drive 111. But you know, first one, faster than that, really. Yeah, you will get a ticket for the speeding. Okay. You have money with you, because you need to pay immediately. Yes. It's 246 euros. Okay. And you need to pay it right now. Now? Nu, yeah. Bankomat. Bankomat. Ja, die zoeken we wel even op hier. Ja, we will find one in the, in the village over here. Omdat de man geen adres in Nederland heeft, moet hij de boete direct betalen. Dit is het ticket. Ja. Driver's license. Dit is het dat je paid. Zo. So. Je hebt to keep this. Keep this in your pocket. Ja. En nog achter de duik, hè? Normally. Dit is voor mij, hè? Ja. Dit is finished, yeah? Ja, het is finished. De bekeuring voor de snelheid bedraagt 246 euro. Van Brabant gaan we naar de eenheid Midden-Nederland bij Benschop op de N210. Surveillante Patrick en Raymond zitten achter de bestuurder van een Audi A3 die nogal zwalkend rijgedrag vertoont. Maar had hij een telefoon op zijn rechterkant? Ja, hij heeft een telefoon in zijn rechterhoor. Kijk hoe hij stuurt. Ja. Het is ook makkelijk sturen met één hand over een rotonde. De Audi-rijder krijgt direct een stopteken en Patrick gaat het gesprek met hem aan. Hi Patrick, verkeerspolitie. Hi, goeiedag. Je rijdt een kentekenwijs, heb je er bij je? Ik heb wel een rijbewijs bij me. En ik hoef niet in je privé of zo. Hij komt je zo uitleggen gewoon wat. Hij blijft gewoon filmen, mensen komen zo bij je even uitleggen gewoon wat. Okay. Dus, je hebt kentekenbewijs nodig? Staat de auto op jouw naam? Ja. Als je het kentekenbewijs hebt, graag even. De bijrijder ziet de lol van de situatie wel in. Ze zit je toch niet uit te lachen, hè? Ja, die zit mij volop uit te lachen natuurlijk. Ja, waarom zit ze uit te lachen dan? Ja, dat vindt ze grappig. Ja, vond ze het ook grappig dat je net aan het bellen was? Ja, dat was niet zo handig, hè? Nee, was helemaal niet. Die hands-free krijg ik niet aan de praat in de auto. Ja. Er zit zo'n parrot in. Ja. Maar die krijg ik niet aangesloten met deze iPhone. Nee. En het gesprek was dermate belangrijk dat je al vanaf loop ik moest bellen. Nee, het valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon stom. Zachtjes uitgedrukt. Ik geef deze even aan mijn collega. Kan die hem even nakijken? Die mag je alvast terug hebben. Nee joh, wat ons opvalt, en ik weet niet of je dit zou willen zien, wat het met je gedrag doet namelijk in de auto. Ja, ik zit een beetje... Ja, op een gegeven moment zit je zelfs over die blokken heen. Er liggen van die blokken daar zo. Die ervoor zijn dat je niet op de andere weghelft komt. Daar zit je op een gegeven moment een paar keer gewoon vol overheen. Ja, Nou sta je hier 220 euro lichter. En, 200 euro zei ik al. Ja, 220 en er komt er 7 euro administratiekosten bij. Nee, nogmaals, we staan er even om te lachen. Maar ik hoop dat je inziet, Ernst. Want net echt hoor, we schrokken echt dat je in één keer over die blokken heen zit die daar liggen. Ja, klopt. En voor hetzelfde geld zijn die er niet. En dan heb je die ruimte niet. En dan zit je op een vrachtwagen. Ja. En dan heb jij en wij gewoon een veel groter probleem. Ja. Vandaar ook dat die 220 euro kost. Omdat het gewoon echt gevaarlijk is.
Als je het niet mee eens bent. Maar is het 220 euro is het gewoon standaard? Standaard bedrag. Standaard bedrag. Het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden, of je nou zit te bellen of niet, het vasthouden kost 220 euro. 7 euro administratiekosten en die is zo hoog vanwege de gevaarsetting. In dit geval, als je zo bezig bent, zou het ook zo kunnen zijn dat, dat we zeggen, ja, het is niet alleen het vasthouden van de telefoon, maar het is ook artikel 5, hè, het gevaar op de weg. En die is nog gewoon veel duurder. Dus nou, we houden het hierbij. We hopen dat je lesje ervan leert. Ja. Je had er een hele mooie perret van in kunnen laten bouwen. Ja, die zit er al in. Maar dan een goeie. Die het wel doet met je telefoon. Ik denk dat hij het doet, maar tenminste, ik zat vanochtend op het klooien. Ja. Nou, regel het even voordat je gaat rijden. Ja, heb je nog vragen? Nee, ik heb geen vragen. Hey, ondanks alles. Yo. Fijne dag. Yo, yo. Succes. De bekeuring voor het bellen bedraagt 220 euro, maar is inmiddels verhoogd naar 230 euro. Straks werkt deze Toyota-rijder zich serieus in de nesten. 167. Ja, nu heeft vanaf februari een gedeeltelijke ongeldigheidsverklaring, omdat u mee moet doen aan het alcoholslotprogramma. Ja. Deze auto heeft geen alcoholslot waar u nu in rijdt. Nee, dat klopt. Werkt deze Toyota-rijder zich serieus in de nesten. 167. Ja, nu heeft vanaf februari een gedeeltelijke ongeldigheidsverklaring, omdat u mee moet doen aan het alcoholslotprogramma. Ja. Deze auto heeft geen alcoholslot waar u nu in rijdt. Nee, dat klopt. Ons land telt naar schatting 500.000 caravans, 150.000 vouwwagens en zo'n 90.000 campers. Jaarlijks trekken de bezitters er massaal op uit om vakantie te vieren. En dat is niet per se bevorderlijk voor de verkeersveiligheid, want niet alle recreanten hebben hun zaakjes op orde. Vandaar dat de eenheid Rotterdam een grote caravancontrole houdt bij Numansdorp op de Rijksweg A29. We staan bij de A29, de hoogte van Numansdorp. Daar zijn we bezig met een recreatieverkeercontrole. Het houdt in dat we voornamelijk aanhangwagens, caravans controleren. En dat wil zeggen dat we letten op of de bestuurder in het bezit is van het juiste rijbewijs. We controleren of de caravan goed verbonden is met trekkende voertuig. Of die niet is overbeladen. En daarnaast hebben we mensen van de brandweer aanwezig die controleren op de blusmiddelen. Of de gasflessen niet over de datum zijn. En daar adviseren zij de mensen over. De bestuurder van deze klassieke Volvo is als eerste aan de beurt voor een uitgebreide inspectie. Goedendag. Hallo. Deutsch, English? Yeah. German or English? Okay. But I prefer English then. Okay. It looks very nice. Thank you. Thank you very much. Een collega controleert of het gewicht van de caravan niet te hoog is. Het gewicht van de woonwagen is 610 kilogram. Onze durven 610, maar het is nog in de marge van 10%. Ja. Yeah. Okay. Also das aktuelle Gewicht gerade sind 610, vollgeladen. Ja, ja. Jetzt, wie jetzt hier steht, ist 610. Oh, das ist gut zu wissen. Ja. En toen had deze bestuurder nog een klein brandstofprobleempje. Where's the next petrol station? Tankstelle? Ja, ich wollte sowieso hier runterfahren zum Tanken. Ja, der A29. A29. Und dann der A17. Ja. Gute Ferien. Danke. Gute Ferien. Koppel ab oder zusammen? Ich koppel ab, stell da hin, dann haben Sie Platz. Okay. Und dann kann ich einfach arrangieren. Das ist ganz leicht. De caravan wordt tijdelijk geparkeerd totdat de bestuurder heeft getankt. Ondertussen is de bestuurder van deze oude kever staande gehouden. Nou, we doen, we kijken even het een door na. Mm-hmm. Met name omdat je auto ook behoorlijk aan de lage kant is. Mm-hmm. En ook even aan de achterkant. Even het kenteken na. Het is een oud kenteken, dus het mag blauw zijn. Maak even een rondje om de auto, kijken of alles werkt. Ja, prima. Ja? Nou, ik kijk eventjes hoe laag deze auto ligt. Het is ongeveer 2 à 3 vingers vanaf het asfalt af. Het is wel heel erg laag. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als met een kuiltje doorrijdt, dat hij dan de grond raakt. Oude auto, hè? Geen gordels? Nee. Dat klopt. Ik grijp vaak genoeg mis, hoor. Ja, ja. Nee, je kan begrijpen. Het is een oude auto. Hij is uit. Dus 61. Moet kijken. Dat was niet verplicht, hè? Nee. Waarom? Hey, ik loop nog even de verlichting na. Ja, doe kijken of alles doet. Krijg die alvast terug van mij. En als dat in orde is, dan Oké, dan nou weer. Weet je wat werkt? Nee, nee, je mag zelf gaan zitten. Ah, okay. Even contact maken. En dan doen we even kijken of alles werkt. De kever is technisch prima in orde, dus mag de bestuurder zijn weg vervolgen. Even verderop treft de politie een caravan aan met overgewicht. 1050. Dat is wat hij totaal mag. Dat mag totaal, maar u zit op 12, wat was het? 1230. 1230.
En dan mag de auto maar 950 kilo trekken. Dat betekent dat u overbeladen bent. U krijgt er in ieder geval een procesverbaal voor. En het verbod om verder te rijden. Oké. Okay. Hulpkoppeling heb de collega gezegd? Nee, ik had nog niet gezegd, maar ik zie dat de hulpkoppeling die zit er los omheen. Hij moet met een vast deel van het trekkende voertuig zijn verbonden. Oké, okay, dus gat daar, zeg maar. Er zit daar een oog. En eigenlijk... Oh, dat... Dus los. Ja, omdat u al een procesverbaal krijgt voor het overbeladen, leg ik het u eventjes uit. Ja. En dan krijgt u daar een waarschuwing voor. Okay. En wel beleid eigenlijk is dat u er wel een procesverbaal voor krijgt. En die bekeuring bedraagt normaal gesproken €230. Even verderop is wederom een bestuurder met een overbeladen caravan staande gehouden. Maximum massa. Ja, 900. En hij zit op 1040. Oké, 140 kilometer te veel. 140. Okay. Daar hebben we een beleid voor particulieren. 10% daaronder doen we dan is het waarschuwen. Ja? Alleen daar zit hij ook boven. Okay. Dus dat betekent dat u wel daarvoor voor de overbelading procesverbaal krijgt. Okay. Maar wat is die tolerantie dan precies? Ik bedoel, nou ben ik 60 kilo te zwaar of zo? Nee, u bent 140 kilo te zwaar. Ja, maar goed, maar 10. Maar u krijgt een marge van 10%. Dus, dus het mag 990. Ja. 990. En hij is 1040. Ja. Dus dan komen 50 kilo overbeladen. Ja. Dus mijn gasfles in de water. Wat? U heeft tegenwoordig van die kleine weegschaaltjes die je eronder kunt zetten. Draai je door en dan kan je het ook optellen. Nee. Ja. Minder nauwkeurig als deze, maar het geeft je een indicatie. Oké. Okay. En dat is soms wel prettig. Wat wellicht wel een idee is, misschien als u even een paar tassen achterin zet, dan zijn we dat... Dat probleem al een klein beetje dan voor. Is dat probleem ook... Goed, dan ga ik dat even doen. Momentje. De boete bedraagt €280. Oh. Daar komt nog €7 administratiekosten bij. En als u er om wat voor reden nou het niet mee eens bent, kunt u bezwaar gaan. Ja. En op de achterkant van de acceptgiro staat hoe en waar u dat naartoe kan doen. Oké. Okay. Ja? Ja, ja. Nou, dat doen we. Het is jammer. In ieder geval bedankt voor de medewerking. Bedankt. Ja, oké. Het was een wijze les. Oké. Okay. Ja, okay. Nou, en alsnog hoop dat in ieder geval de vakantie daar niet door... Nee, precies. Dus. Oké. Okay. Nou, veilige reis. En, dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Met een vakantie. Helaas is het vakantiebudget bij voorbaat gereduceerd, want de boete voor de overbelading bedraagt €280. Bij deze boottrailer is sprake van scherpe uitstekende delen en de bestuurder heeft mogelijk te weinig zicht in de buitenspiegels. Hij moet zicht naar achteren kunnen halen, dus de spiegels moeten buiten de breedte van in dit geval de boot of de caravan uit kunnen. Is de caravan 2 meter breed, dat is makkelijkst als voorbeeld, dan moet 2 meter tussen de spiegels van het trekkende voertuig zitten en dan voldoe je aan de spiegeleisen. Dus dat gaan we nu even kijken. Mag u blijven zitten? 2,08 meter. Meneer, we hebben het een en ander gecontroleerd. Vertel. Er zijn ons een aantal dingen opgevallen. 1, uitstekende delen van de motor. Dat is niet goed. En uw spiegels. U kunt de boot te weinig zien vanuit de spiegels. Dat zijn 2 overtredingen en daar krijg je alle 2 procesverbaal voor. Dat betekent dat u ook niet verder mag rijden voordat de spiegels opgelost zijn. Het is vervelend. Het is niet anders. Welke plaats leg je dichtbij? Campo World in Heinenoord, die heet ze. Dan zouden we de boot kunnen afkoppelen. Op en deze dan, tijd? Die is koopavond. Volgens mij is het tot 9 uur open. Nou, misschien kunt u dan daar gelijk een hoes nog kijken of dat er overeen past om de scherpe delen af te schermen. Ik heb alles. Ik nog niet. Nee. Nee. Dat is vervelend. Heeft u een telefoon waar u op kunt googlen waar dat is? Ja, dat wel. Wees ik toch een verhaal? Ja. Het zal iets moeilijker gaan vandaag, maar goed, in ieder geval jullie wel. Ja. Hey, succes! De bestuurder zal ter plekke een oplossing moeten verzinnen voordat hij verder mag rijden. Deze Skoda-rijder is de volgende klant die uitgebreid wordt gecontroleerd. Ik ben net over de weegplaat geweest. Dus we hebben de gewichten van de caravan gemeten. We willen even wat zaken controleren of dat de gewichten overeenkomt. Zo lang zit deze slang erop? De caravan is volgens mij van 2010. Hij is 4 jaar, hij mag in ieder geval 4 jaar mag hem gebruiken en dan nu vervangen. Ja. Dat is de richtlijn. Andere vraag, heeft u een rookmelder in de caravan? Nee, geen rookmelder. Gewoon monoxide. Gewoon monoxide melden. Heeft u toevallig een blusser? Nee. Of niet? We zouden het als advies aan u mee willen geven. Schaf een rookmelder aan, schaf een blusdekentje aan en koop een blussertje. Daarnaast hebben wij nog een foldertje van we gaan op vakantie. Veilig omgaan met de gasfles en zo. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor uw tijd. Precies. Afgezien van de nodige brandpreventie heeft deze bestuurder zijn zaakjes keurig voor elkaar, dus kan de vakantie eindelijk beginnen.
Inmiddels heeft de eigenaar van de boottrailer de nodige maatregelen getroffen voor zijn beperkte zicht in de spiegels. 20 centimeter tekort. Heb zij nog nooit gezegd. Ook voor de scherpe, uitstekende delen heeft de bestuurder een passende oplossing gevonden. Mensen. Oké, alsjeblieft meneer. Een goede voorbereiding is het halve werk en ook voor dit echtpaar kan de vakantie eindelijk beginnen. We hopen met dit soort controles dat er ook een bepaalde bewustwording ontstaat bij mensen. Zodat ze goed voorbereid de weg op gaan en veilig op hun vakantiebestemming aankomen. Maar zeker ook veilig weer thuiskomen. Coach, we waren net bij een uitgebreide caravancontrole. Is het jouw ervaring dat mensen vaak onvoorbereid op vakantie gaan? Nee hoor, ik ken heel veel mensen die de zaken tot in de puntjes voor elkaar op vakantie gaan. Maar er zijn helaas ook mensen die hun caravan op het laatste moment uit hun stalling halen, volladen, aankoppelen en wegrijden zonder verder iets te doen onder het mom, we blijven toch in Nederland. Maar we weten dat ook in Nederland veel ongelukken met caravans kunnen en ook dagelijks gebeuren. Nou, was er net een bestuurder die zijn hulpkoppeling niet goed had bevestigd. Nou schijnt die wet op dat punt al voor de zoveelste keer veranderd te zijn. Hoe zit het nou precies? Nou, dit was eigenlijk geen hulpkoppeling. Hè. Dit was een losbreekreminrichting. En die zit met een klein kabeltje aan een vastpunt van de trekhaak vast. En dat is ervoor dat de rem wordt aangetrokken op het moment de caravan van de kogel afschiet. Hè. Dan kan die caravan niet voor zichzelf beginnen. Een hulpkoppeling die tref je aan op onberemde aanhangwagens. Dat is een dikke stalen kabel. En die gaat aan een vast punt bij die trekhaak. En die zorgt ervoor dat die aanhangwagen bij de auto blijft op het moment dat hij van de kogel afschiet. En het verplichte gebruik van die hulpkoppeling, dat is terug van weg geweest. Bij enkele bestuurders was er ook sprake van overbelading. Daar moet je toch behoorlijk je best voor doen. Nee hoor, daar hoef je helemaal je best niet voor te doen. Caravans die hebben tegenwoordig zoveel extra apparatuur, dat is standaard of dat wordt later ingebouwd. En dan blijft er eigenlijk maar heel weinig laadvermogen over. En als je dan veel bagage meeneemt en een beetje levensmiddelen en nog fiets achterop zet, zit je heel gauw over je gewicht heen. Dan zagen we net een bestuurder met een boottrailer. Die kreeg een bekeuring vanwege de schroeven en scherpe uitstekende delen. Is dat niet een beetje kinderachtig? Nee hoor, dat vind ik absoluut niet kinderachtig. Stel je nou eens voor dat achter die boottrailer een motorrijder rijdt en die heeft te laat in de gaten dat die bestuurder met die boottrailer dat die plotseling moet remmen voor een file. Nou, de rest mag je zelf invullen. Draai die file maar af. Ik wil het liever niet zien. Bestuurders die zich schuldig maken aan ernstig alcoholmisbruik krijgen verplicht een blaasapparaat met een startonderbreker in hun auto. Dit zogeheten alcoholslot moet voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan, maar het werkt natuurlijk niet als ze in een ander voertuig stappen. Deze Toyota-rijder heeft willens en wetens het risico genomen en dat komt hem duur te staan, zoals we zien bij Bijlen op de Rijksweg A28. Sofiante Niels en Klaas hebben de bestuurder van een Toyota Avensis in het vizier die ver boven de maximumsnelheid rijdt. Hij heeft uitloop. Ja, ik laat hem even wegrijden hoor. Ja. Dan voel ik ze niet opgejaagd door ons in ieder geval. Er komt zometeen een herhaling van 120, maar dat is dan na 7 uur, dus dat is niet meer. Dus het mag naar 130. Zoiets, heb je ruimschoots uitloop. Ja. 167. 37 versnel. 36, 37. Nog een keer proberen. Ja, we gaan even kijken wat het verder doet. Er loopt nog steeds iets uit. Ja, doe maar. Of 68. Zullen we gelijk mee naar mijn tankstation zo? Ja. 168, hè? Dat is de hoogste. 168, ja. Hey, we rijden een klein stukje achter u. Een aantal kilometers. We hebben een paar metingen gedaan. Gemiddeld lag de snelheid op 168 in het 130 stuk. Dat is gewoon iets te fors. Daar krijgt u een bekeuring voor. Ik wou je even uitnodigen bij ons in de auto, rechts voorin. Ja. Loop het even langs, leg ik het even uit. U heeft wel een geldig rijbewijs, ga ik vanuit? Hij is ingenomen geweest, hij komt via het CBR terug. Ik ben op het moment verzeild geraakt in zo'n alcoholslotprogramma. Zeg maar. Oké. Okay. Ja, ik zie je inderdaad staan. U heeft vanaf februari een gedeeltelijk ongeldigheidsverklaring, omdat u mee moet doen aan het alcoholslotprogramma. Ja, dat loopt via het CBR nu. Ja, deze auto heeft geen alcoholslot waar u nu in rijdt. Nee, dat klopt. En dat is dan niet volgens afspraak, hè? Nee, nou ja, ik heb een hele langlopende klus in Hellevoetsluis. Ja. Ik woon in Arnhem. Ja. En ik heb papa dak in Groningen. Ja. En ik doe het al een paar maanden met de trein. Ja. En vandaag, moet ik eerlijk bekennen, heb ik wat dat betreft ook deze moeten smokkelen. Ja. Omdat ik anders hier niet kon komen voor mijn zoon vandaag. Nee, snap ik. Ik zie hier ook nog wat staan. Een inhoudingstermijn van 25 januari tot 24 juli.
voor 6 maanden. Dat kan niet kloppen volgens mijn advocaat. Is het rijbewijs via CBR onderweg? Of moet dat of bij hem liggen of bij mij in de brievenbus? Sowieso rijdt u nu zonder rijbewijs, omdat u niet in een auto rijdt met alcoholstof. Maar die spelregels zijn u ook uitgelegd. Ja. Dus dat mag u bekend zijn, denk ik. Het is alleen wel zo dat u nu niet verder mag rijden. Bonnetje voor de snelheid is geen leuk, is €294 plus 700 staat. Precies, die zal u thuis gestuurd krijgen. Dan ga ik mijn collega vragen om bij u plaats te nemen en dan gaan we naar het station over. Deze man zit flink in de problemen, want hij rijdt niet alleen met een ingevorderd rijbewijs, maar zijn auto heeft ook geen alcoholslot. De officier van justitie zal zich verder over de zaak buigen. Van Hogeveen zakken we af naar de eenheid Rotterdam bij Barendrecht op de Rijksweg A15. Surfjanten Patrick en Dani worden ingehaald door een Belgische Saab-bestuurder die de maximumsnelheid van 100 km per uur negeert. 133. Patrick start meteen een nieuwe trajectmeting. Tijdafstand gestart. 127, ja, dat komt door die remming. Ja, waar wil je hem eraf halen? Hier eraf? Patrick gaat het gesprek met de Belg aan. Hoi, Patrick Nieuwkoop, verkeerspolitie Rotterdam. Ja. Hey, het volgende. Wij rijden net, komt ons voorbij. Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan. De snelheid. Ja, en ik ben eigenlijk ook, sorry dat ik zo blijf, ik wil 2 dingen vragen. Dat is censureren en ik ben een beetje haastig. Ja, dat hadden we door. Ja. Dus ik moest, het is beter maar net te vertellen dat ik niet om 10 uur aan boord moet zijn, maar om 11 uur. Oké. Die moet naar een vergadering en Haasten was inderdaad duidelijk, want we hebben parcelhuismetingen gedaan. En ik kwam 1 op 33 te hard uit, 1 op 27 en 1 op 30 te hard. Ja. Dus dat is over het algeheel is dat gewoon te hard. Ja, dus ik weet dat ik te hard rijd. Ja, daar krijg je wel een bekeuring voor. Want ik heb 10 minuten ingehaald en ik ga er nu 20 verliezen en €500 of zo. Ja, dat gaan we dan even bekijken. Goedemorgen. Hallo. Dani. Op een gegeven moment komt u in beeld. Dan valt al op in de spiegel dat u met een hoge snelheid aankomt rijden. Hoger dan de maximumsnelheid van 100 die daar geldt. Mm-hmm. Normaal rijd ik ook altijd wel zo. Als ik te hard rijd, dat ik mijn rijbewijs niet verlies. Dus dat ik wel een boete krijg, ja. maar mijn rijbewijs verlies. En als dat stuk, die meter probeer ik niet boven de 140 te gaan. U rijdt structureel te hard, u zit structureel erboven. Nou, u geeft zelf aan dat te maken heeft met de snelheid. Of met de haast die u heeft. Dat is ook een eerlijk verhaal. Wat vindt u ervan? Jammer dat het betrapt zijn eigenlijk. Maar dat vindt u nog het ergste? Ja, en dat ik nu mijn taart zijn aan het verdoen. Omdat u niet woonachtig bent in Nederland, moet u de boete wel gelijk betalen. We hebben een pinapparaat eventueel bij ons, dus die kunt u, daar kunt u gebruik van maken. €242 plus €7 administratie, €249. Hoop, prettige dag. Bedankt en goede reis en een behouden vaart. Ja, dank u wel. Tot ziens. De boete voor de snelheid bedraagt €242. Van Barendrecht gaan we naar de eenheid Midden-Nederland bij de Bilt op de Utrechtse weg. Sofiante, Patrick en Raymond zien in de spiegel een Peugeot-bestuurster die mobiel zit te bellen. Steeds aan het bellen. Ze is nu klaar met bellen in ieder geval. Maar rechts is alles vrij. Ja. Hi. Ik zal me even voorstellen. Patrick, verkeerspolitie. Ze filmen gewoon door en ze komen zo bij je om te vertellen wat ze doen. Ja, ik weet wat ze doen, maar ik wil het niet. Oké, ja, nou, dat gaan ze hier zo uitleggen. Ik heb televisie, ik weet hoe het werkt, dus ik wil het gefilmd. Heb je een rijkentekenwijs bij? Volgens mij hoef ik niet gefilmd te worden. Volgens mij wel, want als je weet dat je op de openbare weg staat en je werkt bij de televisie, weet je dat alles wat op de openbare weg gefilmd wordt, dat mag. Oké, dat is wat anders. Filmen doen ze sowieso. Oh god, ja. Heb je rijkentekenwijs bij? Ja, wel, ja. Wat heb ik gedaan? Nou ja, zeg het maar wat je hebt gedaan. Wij weten al wat je hebt gedaan. Gebeld? Wat zeg je? Nee, ik weet het niet. Volgens mij zei je het net al. Ja, je zat uitgebreid te bellen tijdens het rijden. En terwijl je aan het bellen was, zat je ook nog iets of in je haar of aan je ogen of weet ik wat. Op een gegeven moment zat je met 2 handen bij je gezicht. Nee, dat heeft vast niet gezien. Is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is echt zo. Dus, ja, en dan mis je toch een belangrijk iets, namelijk een hand aan je stuur. Dat sowieso. Je krijgt wel een bekeuring voor het niet handsfree bellen. Dus die krijg je alvast terug. Het toestel waarmee je zat te bellen, mag ik dat heel even zien? Een iPhone.
En je moet hem even laten maken, want hij is kapot. Dat mag ik wel weten. Zou ik wel doen als ik jou was. Je hoeft geen antwoord te geven, maar waarom was je niet handsfree aan het bellen? Omdat ik... ik moest een telefoontje plegen en ik had mijn... Headset niet bij me. Nee. Die snap ik, alleen kies, ja, kies dan een andere plek uit. Snap ik. Oké. Okay. Hoeveel is de boete? Heel duur, 230 euro. Dat heeft ermee te maken met de gevaarzetting. Wat ik net al zei. Ten eerste ben je tijdens bellen al afgeleid. En ten tweede, je zat op een gegeven moment echt zelfs zonder handen aan het stuur. En dat is helemaal niet handig als je rijdt. Dus. Ja. En daarom moet je ze doen. Je rijbewijs, alsjeblieft. 230 euro. Bedankt, hè. Graag gedaan. Nee, als je het er niet mee eens bent, staat achterop hoe je beroep kunt gaan. Ja. Nee, ik kan het er moeilijk niet mee eens zijn. Nee. Ga ik nu met hun praten? Ik ga je eens een hand geven. Ja. En een fijne dag. Ja, hetzelfde. Succes. Deze programmamaakster beleeft vandaag haar televisiedebuut. De bekeuring voor het handheld bellen bedraagt 230 euro. Straks heeft deze Audi-rijder maling aan alles en iedereen. Oh? Jij weer, joh? En jij weer, kan ik beter zeggen. Waar hadden we het net over? We hadden het over politie, ik meen het, hè? En weet je over wie ik het had? En serieus? Of mijn moeder. Hij zei, ik heb hem geflasht. Ja, dat weet ik. Ik zweer het. Maar nu word je door mij geflasht. Heeft deze Audi-rijder maling aan alles en iedereen. Zie je? Oh. Jij weer, joh. En jij weer, kan ik beter zeggen. Waar hadden we het net over? We hadden het over politie, ik meen het, hè. En weet je over wie ik het had? En serieus? Of mijn moeder. Hij zei, ik heb hem geflasht. Ja, dat weet ik. Ik zweer het. Maar nu word je door mij geflasht. Het leven van een zelfstandig ondernemer gaat niet over rozen. En dat geldt helemaal wanneer je in de horeca zit. Deze cateraar is voor dag en dauw opgestaan en heeft zich 14 uur lang in het zweet gewerkt om zijn klanten te plezieren. En als hij dan eindelijk naar huis mag, dan loopt hij de Rotterdamse surveillanten tegen het lijf, zoals ze zien bij Barendrecht op de Rijksweg A15. Surveillanten Kees en Dani zitten achter de bestuurder van een Volkswagen Crafter die de maximumsnelheid van 70 negeert. Precies 100. Hij doet het wel, ter richting aanwijzen. Oh wel. Hij gaat notabene richting aan. Zal ik hem volgen? Zet het bordje maar dan, ja. Goeiedag, meneer. U krijgt een bekeuring voor, voor de snelheid 100. Ja. Ik wil u ook even vragen om hem mee te lopen doen met afhandeling bij ons in de auto. Ja. Nou, wij hadden gedacht een jonge knul aan te treffen. Nee, ik ben vanochtend om 8 uur begonnen. Ja. Ik heb een keer gehad en ik ben kapot. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat u snel reizen wel eens moe bent. Ja, ik ben kapot. Ja. Aan het verhuizen geweest of zo? Ik heb een cateringbedrijf en een restaurant. Okay. En we hadden vandaag een hele grote catering en heel veel werk in de ochtend, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Dus ik ben vanochtend heel vroeg van huis afgegaan. Dat is geen reden, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, ik moet als zelfstandig ondernemer wel mijn geld verdienen. Ja. We kunnen ons eigenlijk er wel bij voorstellen. Maar goed, en u begrijpt het zelf ook wel. Dat hoeven we niet te blijven herhalen. Nee, maar absoluut niet. Gedragen als een heer in het verkeer. Ja, je hebt gelijk. Ook als je moe bent. Je krijgt een bekeuring voor de snelheid. Ja. En die krijgt een ASEP hier ook uitgestuurd. Ik zal hem netjes betalen. U hoeft geen antwoord te geven. Wat? Ik heb net alles gedaan. Kunnen we dat als verklaring noteren? U weet het. U wilde snel naar huis. Nee, ik ben gewoon moe. Ja. Weet je? Ik begrijp het, dat iedereen maar 8 of 10 uur per dag werkt. En daarin pauzes hebben. Zo. Dat is heel normaal. Maar als je in de horeca zit, is dat niet normaal. Ja. Dan moet je gewoon produceren op het moment dat gevraagd wordt. Ja. En dat zijn, of dat nou 12 uur, 13 uur of 14 uur achter elkaar is, dus daar hebben jullie als klant geen boodschap mee. Nee. Dus dat is het hele punt. Ja, ja, ja. Maar ja. De boete bedraagt 238 euro. Bij de boete komen ook nog de 7 euro administratiekosten. Ja, absoluut. En als u het om wat voor reden dan ook niet mee eens bent, kunt u een bezwaar gaan. Ja, hoop ik dat u de volgende keer als u moe bent, dan toch of op de snelheid let, of dat u wellicht iemand anders laat rijden die minder vermoeid is. Ja, ik ga mijn best doen. Ik kan het je niet beloven, maar ik ga het proberen. Oké. Okay. Nou. Oké, ik zou zeggen wel thuis. Ja. Ja, oké. Prettig werk. Ik krijg geen briefje of zo bij je. Nee, het gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Is en goed. U ontvangt de acceptgero vanzelf binnen een aantal weken. Is goed. Ja? Oké. Nou. Ja, nou ja, weet je,
Ik zeg niks, maar je begrijpt wat ik nu denk, of niet? In de zin? Dat wat nu voorbij rijdt. Ja, dat, ja? Dat, die verdienen ook onze aandacht. Juist. Ja, dat klopt. Alleen in dit, ja, ik ben, u als eerste. Je hebt gelijk. Deze bestuurder vat de zaak sportief op en mag eindelijk naar huis. De bekeuring bedraagt €238. Van Barendrecht gaan we naar de eenheid Midden-Nederland in De Bilt op de Utrechtse weg. Surviante Patrick en Raymond zitten achter de bestuurder van een snorfiets. Gewoon naar mij toe, kijk wat hij doet. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur, maar deze dame rijdt duidelijk een stukje sneller. 54 is 26 km tijd. Goedemiddag. Goedenavond is het al. Hi, Raymond Veldhuis, verkeerspolitie. Reden dat we even laten stoppen, je snelheid? Ja, dat dacht ik al. Je rijdt veel staat. Een gemiddelde meting van 54 km. Ja. Dat je in het uur rijdt. We hadden correctie van 3. Dat is 51, waar je 25 mag. Dus dat is 26 overschrijding. Daarvoor sta je aan de kant, daar krijg je een bekeuring voor. Ja. Dus om die reden zou ik graag van je rijbewijs en kentekenbewijs willen zien zijn. Ja. Geef staan erin, wat ik zeg, netto 26 overschrijding. Boetebedrag wat erbij hoort, €244. Dus dat is een hoop geld. Je kentekenpapieren en een hele dure bekeuring. Yeah. Het CIB doet er nog €7 bij, administratiekosten. Houdt in dat je totaal op 2,51 komt. Yes. En een week of twee valt hij op de mat en dan heb je nog een week of 8 om te betalen. Goed. Dus? Dat is even mijn eerste. Hou je rechterhand in bedwang, zorg dat hij netjes 25 rijdt. Dan heb je van ons verder geen last. Veilig reis. Voor deze dame is het haar eerste en hopelijk ook haar laatste bekeuring, want de boete bedraagt €244. Koos verzag net een snorfietser die zich niet aan de snelheid hield. Nou is er de laatste tijd een hoop te doen of snorfietsers nou wel of niet op de rijbaan mogen. Wat vind je daarvan? Ja, je kan het van twee kanten bekijken. Als je snorfietsers die te hard rijden van het fietspad afhaalt, is dat veiliger voor de overige snorfietsers die wel aan de snelheid houden en voor fietsers en voetgangers. Maar als je die snorfietser vervolgens weer op de rijbaan zet, dan krijg je weer de confrontaties met auto's. Ja, en dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk, zeker voor die snorfietsers die er hard tussendoor scheuren. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft onderzoek gedaan naar het effect van snorfietsers op de rijbaan. Wat zijn daarvan de uitkomsten? Nou, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid vindt dat een goed idee. Maar dan moeten de snorfietsers wel een helm op. En als dat gebeurt, dan kan het aantal ongevallen met snorfietsers, het aantal ernstige ongevallen, met 38% worden verminderd. Maar waar zit de vermindering van het aantal slachtoffers dan in? Nou, als die snorfietsers van het fietspad afgaan, heb je dus minder confrontaties met fietsers en voetgangers. Als die snorfietsers dan vervolgens op de rijbaan gaan en een helm dragen, dan heb je ook minder hoofdletsel als er ongevallen plaatsvinden. Maar de grootste winst, en dat is wel grappig, die zit erin dat als die snorfietsers een helm moeten dragen, gaat 1/3 van die snorfietsers een ander vervoermiddel kiezen. Maar het lijkt me voor de politie toch ook vrij lastig om die snorfietsers te controleren, die dan soms weer wel een helm en soms weer niet een helm dragen. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Want kijk, stel dat je normaal altijd een route hebt waarbij je over fietspaden naar je werk gaat. Nou, die ochtend ga je naar je werk toe en er is er een omleiding. Dan kom je over een stuk waar je van het fietspad op de weg op moet. Nou, dan heb je niet ineens een helm in je binnenzak zitten. Dus dan zit je zonder helm. En dan zal een politieman moeten uitzoeken of dat nou toevallig een incident is of dat je altijd zonder helm rijdt. Wat mij betreft, en dat heb ik al vaker gezegd, zou er gewoon een helmplicht moeten worden ingevoerd voor alle snorfietsers. We rijden mee met de eenheid Midden-Nederland bij Den Dolder op de N238. Surviante Patrick en Raymond zien een snelle Audi naderen en keren direct. Zwarte Audi A3 of A4? 3. Audi A3. Hij zit te bellen. En dat is niet het enige waar deze Audi-rijder zich schuldig aan maakt, want vervolgens flikt hij dit. Ik wil voor die vrachtwagenlijst, de middengeleider over. Kijk maar. Zie je? Go. Daar gaat hij. Ja. Aparte actie. Eenmaal binnen de bebouwde kom van Zeist heeft de bestuurder maling aan de verkeerslichten. En de rood. Of de rood. Nog een keer de rood. Nog een keer de rood. 30 auto. Rijdt bij behoorlijk hoge snelheid rood licht negerend door Zeist. We gaan even kijken of we hem aan de kant kunnen krijgen. Sowieso een EMG. Yep. Ja, staande bergweg. Goeiedag. Jongen. Slaan we met even je motor uit. Chill. Jij weer, joh? En jij weer, kan ik beter zeggen. Hey, heb je rijbewijs bij je? Het is duidelijk niet de eerste keer dat de agenten deze wegmisbruiker tegen het lijf lopen.
Sommige mensen leren het ook nooit. Wat heb ik fout gedaan dan? Wil je het allemaal terugzien? Nee, echt zoveel, ja? Wat denk je zelf? Ik weet het niet. Wat heb ik gedaan dan? Wat heb ik gedaan? Eerst al die actie bij de rotonde. Dan ga je, ik weet niet welk stuk van de weg je gebruikt, maar in ieder geval niet het goede wegstuk. Ja. Ga je die vrachtwagen voorbij. Ja. En dan gaan we rechtsaf naar de boulevard. Ja. Ga je door rood, En uiteindelijk gaan we deze kant op. Eén door rood, toch? Wil je terugzien? Ja, ik wil dit wel zien, hoor. Hé, hey, geloof je mij of niet? Waar hadden we het net over? We hadden het over politie, ik meen het, hè. En weet je over wie ik het had? Serieus? Op mijn moeder. Oh, je zei het net nog, Wat zei ik tegen jou? We hadden het over politie. En dan ben ik benieuwd wat je zei. Huh? Dan ben ik benieuwd wat je zei over me. Wil je het echt weten? Hij zei, ik heb hem geflasht. Ja, dat weet ik. Ik zweer het. Maar nu word je door mij geflasht. Ja, nou, dat is het spelletje. Dat weten we toch van elkaar. Zolang ik die maar bouwt, is alles goed. Je krijgt wel 3 bekeuringen en je wordt aangemeld voor een educatieve maatregel. Die heb ik al, man. Doe relaxed. Wij moeten het melden. Hij loopt, ik zweer het. Hij loopt nu. Wij moeten het melden. Ja. En zij gaan bepalen wat ze ermee doen. Wil je de beelden terugzien? Ja, ik wil het Loop terugzien. Mee. Ik wil er wel mee. Wil je de beelden terugzien? Hé, waar we elkaar tegenkomen. Ja. Doldersenweg. Daar kom je ons tegemoet. Daar heb ik het idee dat je zit te bellen. Maar in het voorbijgaan kan ik het niet zien. Maar ik kan wel zien dat je lekker op snelheid ligt. Ja. Dus als je op zit te bellen, heb je mazzel. Want ik heb het niet gezien. Ja, ik weet niet meer, maar het zou best kunnen. Ja, oké. Dus je zat te bellen. Duidelijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb het niet gezien, dus geen verbaal. Maar goed, dan zit je dus wel te bellen en je rijdt fixed hard. Ja. Daardoor val je op. Nou, dat vertaalt zich dan op het moment dat je op de Zandbergel aanrijdt verderop. Bij dat nieuwe verkeersplein. Daar zit die vrachtwagen ervoor en daar heb je geen zin om achter te blijven. Klopt. Hier ga je er over rechts langs heen. Over het puntstuk. En links ervoor. Dit is het eerste rood lichtje. En er komt nog één achteraan, hè? Ik kan ook die stad op rood. Ja, dat klopt. Dus wat je in 30 seconden tijd laat zien, is niet echt het beste voorbeeld, zeg maar. Maar als ik wist dat een vrachtwagen genoeg pk's had om mij om hard op te kunnen trekken, had ik het niet gedaan. Nee. Snap je? Maar ik weet op het moment dat ik hem inhaal, dan zit het gewoon goed. Ja, maar misschien... Dat het leuk is van hem, oké. Ja, misschien is het dan wel beter dat jij wat meer geduld hebt als dat hij pk's heeft, zeg maar. Ik heb altijd, dat weet hij, ik ben altijd gehaast. Ja, dat klopt. Ik kan zie nog dat je een verhaal over een golfje of zo... Geloof je mij of niet? Ik zie dat je vorige week... 15.000 euro als het niet meer is, alleen dan een boetes betaald. En dat meen ik echt. Ja, en volgens mij heb je van de week nog een bekeuring gehad. Ja. Voor puntstuk of voor doorgetrokken streep in de beeld. Door een motoragent. Ja, zie je hem net staan hier. Hoeveel boete heb je nodig om een keer wat te leren, man? Rij rustig. Ah, dat zit in je hoofd, dat zit niet in. Ja? Ik weet niet. zo'n houten blokje onder je rechterpedaal hebben. Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar dan is het hele autorij niks meer aan, toch? Nee. Ach ja. Dus ja, nee, laten we hopen dat die cursus wat verbetering opbrengt. Dan komt er denk ik nog een keer 15.000 euro bij. Nee, joh, vast als je zo blijft rijden. Ik leer daar wel van, denk ik. Daar ga ik vanuit. Hey, maar ik gok erop dat je verder geen vragen hebt dan. Nee, man. Dat dit wel duidelijk is. Ja, nou, je had het net over het flesje. Je weet ook waar toen het ongeluk was, hè? Ja. Van je maatje. Dat is hier om de hoek. Precies voor ons neus. Ze kunnen het nog even opzoeken op televisie. Laat ze het nog een keer zien, dit stukje van jou in je golf. Zullen we dat vragen? Mag. Ik ben mooi ontkomen, dus dat mag. Ja, ik weet het. Vraag maar, stap even uit. Doe het buiten van afhandelen. 1 keer rood licht. 2 keer rood licht. En die actie bij de rotonde. Wat is het in totaal? 230. Dus net geen 700 zonder de administratiekosten. Nou is het wel zo dat er 3 keer administratiekosten bij komen voor elk apart. Deze staat op. Deze is altijd groen. Dank u. Nou, de rest ga je horen. En ik kan het 100 keer tegen je zeggen, ga je gedragen, maar... Goed, ja. Volgende keer trakteren. Ja, is goed. Spreek wel. De bekeuringen bedragen opgeteld 690 euro. En de bestuurder wordt aangemeld voor een 3-daagse EMG-cursus die hem nog eens 1000 euro gaat kosten.